Tarot. De menselijke maat. Onze menselijke maat is een rubriek over mooie initiatieven van onderop. En daar is dit ook weer een voorbeeld van. In 2015 kwam Abdullah Arab als Syrische vluchteling naar Nederland. Hij begon hier een textielbedrijf met handdoeken en ondergoed. En dat levert tegenwoordig niet alleen een inkomen op voor hemzelf, maar daarmee ondersteunt hij ook gevluchte Syrische textielfabrikanten die naar andere landen zijn gevlucht. En ook maatschappelijke organisaties in Nederland. Ik ga erover praten met hem. Abdullah, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Wanneer wist je dat jij hier een eigen bedrijf wilde beginnen? Het staat al in mijn bloed dat ik graag mijn eigen bedrijf wil beginnen sinds dat ik jonger was. Mm-hmm. Maar in het begin was het een beetje kennismaking met de Nederlandse cultuur en gemeenschap, een beetje netwerk opbouwen en doelen stellen en daarna. Kwam het idee dat ik graag een eigen zaak wil beginnen. Ja, een eigen bedrijf, dat had je in Syrië ook? Zelf had ik wel, ja. En wat was dat voor bedrijf? Want je woonde in Aleppo. Mm-hmm, ja. En wat had je daar voor bedrijf? Daar had ik als een kleine winkel gestart voor mobiele telefoonreparatie en computerreparatie. Dan is wat je nu doet, een bedrijf voor ondergoed en handdoeken, wel iets heel anders. Hoe kwam je daarop? Oh ja, ik heb dit bedrijf niet alleen gestart, maar samen met 3 partners. En het idee is dat wij een webshop starten. Dus het idee van ondergoed en doeken kwam omdat ik uit Aleppo en de partners ook uit Aleppo komen. En Aleppo is een hele bekende stad in het Midden-Oosten met katoenproducten. Omdat wij een van de beste katoen ter wereld hebben, mm-hmm, qua kwaliteit. En hebben we ook hier een beetje in Nederland bestudeerd. Ook wat zijn de beschikbare kwaliteiten, prijzen en zo. En toen dachten we, misschien dat is een heel goed idee. Ik maak een deel van het bedrijf vooral in de ICT-kant. Okay. Ja, met dit bedrijf, Syrian Cotton, heb je nu niet alleen een eigen inkomen, maar je geeft ook weer iets terug, heb je eerder aan ons verteld. Hoe doe je dat? Ja, inderdaad. In ons businessplan hadden we een oog gezet over de sociale kant. Want Syrian Cotton is wel een bedrijf die business doet, maar ook voor mensen zorgt. En dat doen we op 2 fasen. Eentje tijdens de inkoop van onze producten en eentje tijdens het verkoop van onze producten. Tijdens het verkoop doen we dat jaarlijks of op jaarbasis. We maken een klein gedeelte van ons winst. Mm-hmm. Geven ze dat als donatie aan UAF. Dat is een organisatie die de mensen helpt en ondersteunt om zijn studie hier in Nederland te doen. Ja. Vooral voor nieuwe mensen die naar Nederland komen. Mm-hmm. En de andere is de Voedselbank. Dus op die manier delen jullie je winst eigenlijk ook aan maatschappelijke organisaties? Ja. 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 Inmiddels 6 jaar al in Nederland. Ietsje langer zelfs, want je was hier vanaf 2015. Helemaal mm-hmm. gewend inmiddels? Helemaal dat je denkt, hier ben ik nu, hier hoor ik nu? Ja, inderdaad, ja. Je hebt een goed leven. Ja, dank God. Ik ben heel blij en
Ja, omdat ik ook dankbaar ben samen met mijn partners, wilden we ook iets terug doen voor Nederland. En op die manier ja, proberen we om het ja, om ons beste te doen om iets terug aan Nederland en mensen van Nederland te geven. Het is een mooi initiatief. Ik wens je heel veel succes en dank je wel dat je het bij ons wilde vertellen. Ja, jij ook, bedankt. Abdullah Arab van Syrian Cotton. En heb je zelf ook kennis van zo'n kleinschalig initiatief? Zo'n initiatief van mensen die gewoon zelf aan iets beginnen?